In 2003 kwam ik bij een kennis in het eerste klimpark van Duitsland. En toen werd ik gelijk enthousiast wat daar gebeurde in de bomen, alle actie en het verbond eigenlijk de ideeën die ik zelf had van buiten bezig zijn, met mensen bezig zijn, in de natuur bezig zijn, met iets nieuws bezig zijn. Je bent in de natuur bezig, je raakt bomen aan op 8 meter hoogte, dus die hoogtebeleving is al een overwinning. Daarnaast biedt het ook een mogelijkheid tot vertrouwen. Dus je leert angsten overwinnen, samenwerken, communiceren, problemen oplossen. Op dit moment is er een schoolklas aan het klimmen. In het weekend komen hier heel veel gezinnen met kinderen, kinderfeestjes, maar we hebben ook volwassen sportieve mensen die met een groepje willen komen, familiereunies, jongere bedrijven. Wij bieden een avontuurlijke en actieve beleving van de natuur dicht bij de stad. We zijn vorig jaar begonnen met boskitchens bij de klimpark te plaatsen, dat is onze horeca. En daarbij, die hebben een stichtingsvorm ondergebracht met als doelstelling om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. Al jarenlang bieden we werkplekken of leerwerkplekken, stageplekken. En zo is er ook een jongen met autisme bij ons gekomen uit zichzelf. Die hebben toen een weekendbaantje aangeboden en vandaar is hij doorgegroeid tot instructeur. Is eigenlijk uit zijn kleine wereldje gekomen en heeft ons ook later bedankt van door jullie kreeg ik er een familie bij en durf ik nu zelfstandig te studeren. Alle bomen worden in de eerste instantie al gekeurd voordat we überhaupt het klimpark aanleggen. Daarna worden ze jaarlijks gecontroleerd. Verder houden wij rekening met de vitaliteit van de bomen in hoe we de platformen aanbrengen. We vragen onze gasten zoveel mogelijk op de paden te blijven en dat is om de wortels van de bomen te ontzien en te zorgen dat de bodem niet te veel gaat verdichten, waardoor ze last hebben om voeding te krijgen. Verder hebben wij bomenscherming die we aanbrengen, zodat bomen op geen enkele manier beschadigd kunnen raken door de activiteit die wij doen. En zodat het bos er over 100 jaar net zo vitaal bij staat als nu.